Het is zover. We hebben de Apple Watch binnengekregen op de redactie van iCulture. En wat ik hier in mijn hand heb is de langwerpige doos van de Apple Watch Sport. Maar wat we ook hebben is een vierkante doos. En dat is de stalen uitvoering van de Apple Watch. Nou, we kunnen niet wachten om jullie te laten zien wat er in de doos zit. Dus we gaan snel uitpakken. Dit is de 38 mm sportuitvoering, met een wit bandje. Aan de achterkant zitten sensoren die je hartslag meten. De Apple Watch Sport wordt geleverd met een groot en een klein bandje. Als voorbeeld, voor een polsomvang van 15 cm is het kleine bandje perfect. Naast de Apple Watch zelf zitten er ook een aantal accessoires in het doosje. Zo zijn er een gebruiksaanwijzing en magnetische oplader meegeleverd. Ook vind je een 1 ampère lader die we kennen van de iPhone. Dit is de luxere Apple Watch gemaakt van staal, met een zwart lederen bandje. Leuk detail is dat het bandje gemaakt is van Nederlandse koeien. Naast de Apple Watch zijn er ook accessoires meegeleverd. Zo vind je de gebruiksaanwijzing en een magnetische oplader. In tegenstelling tot bij de Apple Watch Sport is deze oplader gemaakt van metaal. Beide Apple Watches hebben dezelfde functies. Wel is de Apple Watch Steel gemaakt van luxere materialen. Zo is het scherm gemaakt van saffierglas, wat beter beschermt tegen krassen. De bandjes van de Apple Watch zijn gemakkelijk te verwisselen. Op deze manier zijn er ongeveer 40 verschillende combinaties mogelijk. Dit was hem dan, onze unboxing van de Apple Watch. En we hebben twee modellen laten zien, de Apple Watch Sport en dan het andere model, de Apple Watch van staal. Wij zijn benieuwd welke van de twee jij gaat kopen, of misschien al wel gekocht hebt, of misschien wacht je wel op de tweede generatie, dat kan natuurlijk ook. Bekijk ook onze andere video's en alles over de Apple Watch lees je natuurlijk op iCulture.nl. En je kan ons ook volgen op Facebook, hetzelfde adres, iCulture.nl, of op Twitter, iCulture. Nou, tijd om te gaan.